Op Koningsdag hebben ze in Hulsels weer heel Hulsels bakt. Weer een succes, voorzitter? Nou, ik denk het wel. We hebben uiteindelijk 7 taarten gekregen. We hadden gehoopt op meer. Maar gezien alle afzeggingen die er geweest zijn de afgelopen weken, loop je toch het risico dat niemand meer echt actief bezig is met het hele verhaal. Maar 7 taarten en er zitten hele mooie taarten bij. Heel creatief. Het zijn misschien niet heel veel taarten, maar de keuze met 7 maakt het niet makkelijker op. Ik denk dat ze er veel moeite mee hebben, want we hebben er net wat aan toegevoegd, dat weet niemand nog. Maar er zijn twee jeugdigen die een taart ingeleverd hebben. En ik zeg, het lijkt me leuk dat die een eigen prijsje krijgen. Ja? Dus ja, we proberen zo toch die verbinding met de bewoners van Hulshorst toch steeds meer closer te maken. En nou ja, met 7 taarten, ik ben tevreden. Hoe gaat u deze Koningsdag voor de rest vieren? Nou, straks gaan we uitschrijven van de 2 tochten. We hebben een fietstocht voor de wat grotere, zeg maar even de gezinnen, dat is makkelijker. En een wandeltocht in Hulshorst zelf, die de kinderen zelf moeten doen. Een speurtocht waarin ze letters moeten vinden in het centrum van Hulshorst. En die geven, als je ze in een goede volgorde legt, een bepaald woord of woorden. En daar kunnen ze punten voor krijgen. En degene die de meeste punten heeft gekregen, of verzameld heeft, die is winnaar en die krijgt een prijsje. En zo hebben we voor iedere leeftijdscategorie met het wandelen hebben we 3 prijsjes. Dus we hebben 3 leeftijdscategorieën met 3 prijsjes. Dus nou, heel tevreden ben ik. Mooi dat de Koningsdag iedereen erbij betrokken wordt. Ja, dat is ook zo. Je merkt het gewoon aan de reacties. Dat steeds meer mensen ook de wieken kunnen vinden. Sinds 1 januari hebben we een nieuwe beheerster in de wieken. Die heeft een heel andere samenstelling en ideeën. En alles met elkaar betekent het gewoon dat je bijvoorbeeld, vroeger hadden we 1 keer per maand koffieochtend. Nu hebben we dat iedere dinsdag koffieochtend. Iedereen kan vrij inlopen, lekker met elkaar babbelen. En je ziet gewoon dat het aantal deelnemers, het aantal aanwezigen aan het toenemen is. Maar eerst genieten van de taart. Maar eerst gaan we genieten van de taart. En van het hele mooie weer, laten we dat niet vergeten.